Goed, nieuws uit Alkmaar, want Kilja Lins verruilt AZ per direct voor Wisla Krakau. Hij wordt nog wel gekeurd aanstaande maandag. Hij gaat naar de 12-voudig Pools kampioen, wordt gehaald als basisspeler voor het centrum. En technisch directeur Stan Valks en trainer Robert Maaskant, die hebben hem gehaald naar Polen. Kom kijken, kom kijken. Wij zijn hier in Alkmaar afgelopen zondag. Wie hebben wij vanavond in Chimek voor de verandering? Niet Van Gaal, niet Scheringa, maar wij hebben hem, Kilja Lins. Maestro, op jouw gezondheid. Fantastisch. Zij hebben mij verteld dat jij liever over geloof praat dan over voetbal. Ik zei, ja, misschien wil die met mij niet over voetbal praten. Maar is dat echt waar? Ja, dat is echt waar. Ik kijk thuis ook bijna geen voetbal, geen wedstrijden. Ik geniet meer van andere dingen in het leven. Dus jij zegt, iedereen gelooft, maar toch niet in de Bijbel? Nee, maar je kan ook in de Bijbel geloven, maar het niet in praktijk brengen. Dat is voor mij een groot verschil. Maar wacht even, dat 23 jongens bij AZ en iedereen gelooft. Maar dat zou wel bijgeloof zijn tussen. Ook. Maar is er geen één atheïst tussen jullie daar? Niet dat ik weet. Op zondag? Met de box naar de kerk? Nee, dat niet. Maar ik ging wel met mijn ouders mee op het moment dat ik kon gaan. En voor mezelf ben ik een paar jaar geleden pas begonnen dat ik er zelf over ben na gaan denken, dat ik zelf eigen mening heb gevormd en dat ik zelf hongerig was naar informatie, dat ik veel boeken heb gelezen. Maar toch vond ik dat vaak lang, zo'n dienst. Had je dat ook? Ja, vroeger wel. Ja. Dan was het, je ging naar de kerk en dan keek je in het boekje, dacht je, nog drie liedjes, een half uurtje, kan ik weer naar buiten en dan was het voetballen. En nu? Maar nu, ja, ervaar ik God zelf en als ik naar de kerk ga, dan let je eigenlijk niet op de tijd. Dan ervaar je gewoon op dat moment ja, de dienst, je medegelovigen, je gebed wat je dan hebt. Ja, dat ervaar je gewoon en dan sta je niet stil bij de tijd. Gemeenschap met de Heer, dat is voor mij vrije tijd met de Heer. Gesprek hebben met de Heer. Vragen die je hebt over je leven, over wat dan ook. Het is net als ik ben op vakantie en ik bel naar huis om te kijken hoe het gaat. Gesprek met je vader. Over wat dan ook, problemen die je hebt. Dat is voor mij gemeenschap met de Heer. Neem die altijd aan als je belt? Hij neemt sowieso altijd aan. Maar als mens zijnde heb je niet altijd het gevoel dat je je antwoord op tijd krijgt. Omdat je gewend bent om direct antwoord te krijgen. En er zijn nog vele wachtenden voor u. Dat sowieso. Maar God heeft voor iedereen tijd. Dat is gewoon een feit. Maar soms als je in nood bent, verwacht je snel antwoord. Dan laat je je gevoel op je inpraten. En dan denk je van, ik heb dit op dit moment nodig. Ik heb het antwoord niet nodig. Terwijl eigenlijk misschien niet eens nodig is dat je dat antwoord op dat moment krijgt. Misschien is het over een week, over een maand.